Vanavond is er een open avond in van Emmerwoord. De Friends of Pipes. Je hoort hem al, hè? Mooi geluidje. Tijd dat we hem uit de studio halen. Ja, hij komt deze kant op lopen. Als wij elkaar nog kunnen verstaan, dan, dan mag je binnenkomen. En dat langzaam mensen ook met oordopjes hierin op dit moment, want het is echt hard. Je ziet ook mensen met de vingers er langs heen lopen, ja. Oké. Okay. Het is wel een hele bekende tune dit, hè? Ja. Mieke Tel kan natuurlijk. Hij kan niet zachter. Nou, dan mag hij langzaam stoppen, dan kunnen wij het Het hele pand is in rep en roer. Ja. Kijken of ik hem stil kan krijgen. Het is genoeg. Ja, langzaam moet hij maar even stil gaan worden, want anders kunnen wij hier geen gesprek aan gaan. Hij is volhardend hoor, deze barenpijpers. Hij gaat door. Hij denkt, ik heb mijn zendtijd gekregen, ik blijf ook doorgaan ook natuurlijk ook. En daar is hij stil. Oh, zo snel gaat dat. Oh, wat een geluid. Barenpijpers, goedemiddag. Wat voor geluid zit er nu in? 110 decibel. Ja. Zo. Okay. 110 decibel. Daar krijg je gehoorbescherming van. Klopt. Dat krijg je ook. We adviseren ook op onze vereniging gehoorbescherming te dragen. Zeker. Oh. Oké. Okay. We doen het allemaal natuurlijk in het kader van de open avond vanavond in Emmeloord. Fred van Bree, voorzitter van de vereniging Friend of Pipes. Friend of the Pipes. Friend of the Pipes. Okay, ja. Je doet het nog niet zo lang, hè? Een jaar of 7, 8. Ja. Kan je er zo mee beginnen? Dacht je van, ik ben 60, ik ga doedelzak leren spelen. Daar gaat iets aan vooraf. Wat? Ja, lang geleden ben ik, 18 jaar geleden ben ik in Schotland geweest. Heb ik daar gewerkt voor een tijdje. En dan zie je op elke hoek van de straat zie je daar een doedelzakspeler. Ja. Is dat echt zo? Is dat de oorsprong? Schotland? Is de oorsprong, ja. Want in mijn idee dacht ik altijd dat het met de oorlog te maken had. Ook Eerste Wereldoorlog. Maar dat doedelzak is al veel ouder, hè? Het is veel ouder. Het bestaat al duizenden jaren. Ja. In allerlei vormen. Ja, je ziet het in, bij de Egyptenaren, bij de Grieken. Het is eigenlijk helemaal niet van oorsprong Schots? Nee, het is niet. Maar in Schotland heeft men de meest, je zou kunnen zeggen, de zwaarste doedelzak eigenlijk ontwikkeld. Ja, dat is die. En wat Scottish maakt hem dan de zwaarste? Waar komt dat door? Ja, waar komt dat door, Barend? Ja, Barend? Qua volume. Het is radio, hè? Moet even in de microfoon. Ik snap dat jij me gewend bent. Van oorsprong is het begonnen in Egypte. Ja. Met gewoon een stuk vel met één pijpje erin. Dat ze zich doorontwikkeld. Elk land heeft zo'n beetje zijn eigen doedelzak ontwikkeld. Je hebt een Spaanse, je hebt een Franse, je hebt een Ierse, je hebt een Schotse. Ga de wereld voor me open, de Spaanse doedelzak. Wat maakt die verschillen dan? Ander geluid. Geluid, ja. Andere setting, dat wil zeggen andere pitch, een andere toonhoogte. En dat klinkt wat lieflijker. Nou, en die Schotten hebben dat uitontwikkeld tot gewoon een joekel van een instrument, 110 decibel. Mm-hmm. Het meest imponerend eigenlijk. En inderdaad, Tweede Wereldoorlog, landing aan de kust. Als eerst een doedelzak spelen naar voren toe om indruk te maken. Daar kennen de meeste mensen hem van. Ja, wat voor mensen doen het in Emmeloord dan? Is dat ook een speciale groep? Je zegt dat trekt echt soort mensen aan? Er zijn met z'n 22. 22 mensen. Ja, maar wat voor types? Wie doet dit? Iedereen. Maakt niet uit. Jong en oud? Jong en oud. Ja. En het is niet alleen het is niet alleen maar doedelzakken. Het is ook drums. Ja. Maar die mooie high snares. Ja, precies. Prachtig geluid precies. Is dat 116 decibel. Ja. Nog erger. Jullie houden wel van herrie maken. Ja, dat klopt. Ja. Als we straat op gaan, ik bedoel, dat is het probleem ook. Ik bedoel, het is altijd te. Het is ontzettend hard. Ja, maar hoe oefen je dit dan? Want ik ben een keer bij jullie in het buurthuis van de Erven geweest, toen in Emmeloord. En dat is zo'n kabaal. Is dat niet de mensen die er naartoe komen van, jongens, mag het iets zachter, want mijn kinderen liggen op bed? Het normale traject is zo dat als je zegt van, oké, ik ben geïnteresseerd. En we hopen vanavond natuurlijk weer een hoop geïnteresseerden te krijgen. Je gaat dus leren, tenminste doedelzak spelen, ga je leren op een oefenfluit. Dat is een door de mond aangeblazen fluit met een plastic rietje. Dat klinkt nagenoeg heel licht. Mm-hmm. Dat duurt ongeveer een traject van een jaar, anderhalf, twee. En dan pas ben je rijdt, dan heb je dus alle noten geleerd. Je hebt alle verfraaiingen geleerd. Je hebt de tunes uit je hoofd geleerd. Dan pas ga je naar de doedelzak. Dan ben je nog een jaar bezig, minimaal, om dat ding onder controle te krijgen en er fatsoenlijk op te kunnen spelen. Ja, hoe zit dat met de conditie? Want volgens mij moet je goede conditie voor hebben, want je bent de hele tijd aan het blazen. Je moet redelijk kunnen blazen ook. Ja. Want als ik dat filmpje van jullie zie ook, dan zwelt de nek behoorlijk op. Wat impliceert dat je behoorlijk kracht moet zetten. Ja. Belangrijk is blaastechniek. Dus dat je goed blaast. En ten tweede oefenen en trainen.
En dan je krijgt een paar grote longen. Maar wat dat oefenen? Het blazen of de snelheid ergens in of zo? Nee, want piano spelen moet je de snelheid kunnen vinden. Nou, wat je dus leert op die oefenfluit, voordat je dus je toedelzak bespeelt, leer je dus je vingervlugheid. Dus je noten, het grijpen en het combineren van noten. En dan komt de volgende stap, dat is dus het trainen van je longen. En het drukken van je arm op de bek, op de zak eigenlijk. Ja. Want dat is de moeilijkheid van het spelletje. Als je harder drukt, gaat je toon stijgen. Als je niet drukt, dan gaat je toon zakken. En dat moet allemaal in dezelfde frequentie zitten. Dus dat is de moeilijkheid van het spelletje. En er is nog iets. Je ziet nooit een doedelzak met zoals trompetters, met zo'n dingetje, met de noten voor zich. Dat wij spelen alles uit het hoofd. En dat moet je ook doen, omdat je moet met een aantal dingen, je moet een aantal dingen tegelijk doen. Ja, het is blind spelen. Het is blind spelen. Het is, je moet het zo vaak spelen dat je dus niet meer nadenkt wat je spelen moet. Maar het moet eigenlijk uit je vingers komen. Het komt gewoon in die onderbewustzijn vandaan. Zo vaak moet je het oefenen. Ja. Zitten jullie nou vast aan dezelfde liedjes altijd? Want ik heb begrepen dat een doedelzak staat in één toonsoort. Ja. Dus je kunt niet heel veel variëren. Nee. Moeten dan alle liedjes opnieuw geschreven worden of zo? Nee, wij hebben als vereniging gekozen om traditionele Schotse muziek te spelen. Met af en toe een kwinkslag naar de moderne muziek. Maar je zit inderdaad met het probleem. Een doedelzak speelt maar één octaaf. Ja. Plus een halve valse noot. Mm-hmm. Die hebben ze er nog bij kunnen schrapen. Nou, en dat beperkt je. Ook het samenspelen met andere instrumenten. Het afstemmen op andere instrumenten. Ik heb eens een optreden gedaan met een kerkorgel. Nou, vergeet het maar. Want je komt niet bij elkaar qua toon en qua pitch. Ja. Dus dat klinkt helemaal niet. Alleen de solo's dan eventjes. Hè? Solo, je kunt met een synthesizer kun je bij elkaar komen. Want die kun je dus in pitch opvoeren. Ja. Een viool, die zit ook hoog in pitch. Dat wil wel. Nou, er zijn prachtige voorbeelden van grote concerten waarin de doedelzak een prominente rol in heeft genomen ook. En jullie willen graag dat mensen vanavond naar die open avond toe komen. Waarom is die avond er, die open avond? Wij zoeken leden. Wij zoeken mensen die loopt het leuk hard terug dan? Wat zeg je? Loopt het hard terug? Nee hoor. Nou, het schommelt af en toe. En dan moeten mensen die gaan dan iets anders doen. Dat gebeurt. Maar wij kunnen altijd mensen gebruiken. Nieuwe mensen die het leuk vinden om in een bed te spelen. Ja, ook als je niet kan spelen nog? Als je niet kan spelen, ik kon geen noot lezen. Ik had nog nooit een instrument bespeeld. Ja, en dan begin je eraan. En je moet wel doorzetten. Ja, maar het duurt dan wel even natuurlijk voordat je echt in de band kan opnemen. Dat is wel een traject. Ja, zeg maar, in mijn geval is het ongeveer een jaar of 7. Maar ik ben wat ouder en dan gaan die vingers niet zo makkelijk meer. Maar mensen die wat jonger zijn, dat zie je direct bij ons. Jonge mensen, die gaan hard. Mm. En die vinden, als je het leuk vindt en je bent bereid om te oefenen, dan kun je snel kun je aan die doedelzak en dan gaan meespelen. Fred, je zegt jong. Hoe jong wil je ze hebben? Of hoe jong mag je meedoen? Of kan je meedoen? Nou, weet je, het is, laat ik zeggen, tot in, weet je, een jaar of 15, 16, 17, dan hebben mensen, jonge mensen, die hebben dan andere behoeftes. Ja, dan is dat een behoorlijke discipline in die geval. Dus wat wij over het algemeen toch wel aantrekken, die ook blijven 22, 23, 24, vanaf die datum, vanaf die leeftijd moet ik zeggen. Ja. Heeft dat zin? Dan kunnen dan blijven mensen ook. Zijn ook er ouder. Eigenlijk kinderdoedelzakjes of niet? Er zijn wel practicianters die op kinderen gemaakt zijn. Het probleem waar je ook mee zit met jonge kinderen is dat hun longen nog niet doorontwikkeld zijn. Daar zijn wij als de dood voor. Dat je dan, als je op de doedelzak gaat spelen, dan vraag je een enorme. Je doet een enorme aanslag op je longen. Mm-hmm. En als die nog niet uitontwikkeld zijn, dan. Dat is niet goed voor het lichaam. Oh. Dus daarom dat we dat altijd uitstellen naar 18, 19 jaar. Dan pas goed beginnen met een doedelzak. Ja. Nou, dus. Mocht je nou interesse hebben gekregen. En dat je denkt van het lijkt me eigenlijk wel wat. Waar is het vanavond? Het is in de Triangel. Dat is de lagere school in Emmeloord. Mm-hmm. West is dat toch? Emmeloord-West? Ja, en aan Zuid. 17. Wat zeg je? Revelzand 17. Ja, dat is het adres. Ravensand. Ja. En vanaf hoe laat? Vanaf 8 uur. En wat krijgen de mensen dan? Eerst beginnen we met een optreden en dan uitleg? Nee, of? Nee. Eerst uitleg. Ja, eerst een beetje, eerst koffie uiteraard. Ja. Misschien met iets erbij. dan uitleg. Laten zien hoe een avond in elkaar zit. Hoe het met leerlingen gaat. Er zijn leerlingen op verschillend niveau. En die laten we ook gewoon voorspelen. En dan
dan uiteraard ook aandacht voor de drummers. Want ja, we zoeken misschien nog wel meer drummers, ja, dan dat we doedelzakspelers zoeken. Maar iedereen is bij ons welkom. Nou, leuk. Je hebt dus keuze uit twee. Mag je ook allebei doen? Ja, nee. Nou, niet tegelijk, dat gaat een beetje moeilijk. Maar... Ja, dat klopt. Nou, ja. Je kiest voor of de doedelzak of voor de drummers. Op het algemeen kom je binnen. Dat is waar. Ja. En dan de ene komt binnen voor de doedelzak, specifiek voor de doedelzak. En de andere die twijfelt. Nou, en die proeft dan aan allebei de instrumenten en die maakt zelfs een keuze. Ja. Wij heten de Friends of the Pipes, dus allemaal gek van doedelzakmuziek. En dat heerst bij ons, dus de boventoon. En we doen het op een gezellige, vriendelijke manier. Ja. Samen je zegt ook even proeven aan de instrumenten. Ja. Je mag dus vanavond ook proberen zelf geluid eruit te krijgen. Iedereen. Ja. En dat is ook het leukste onderdeel van de avond, want dan hebben die mensen de informatie gehad. En bababa, nou, en dan haal je ze even naar voren en probeer ook eens even. En dan is dat wel een leuk moment om mee te maken. Hoe lang speel je zelf nu bij? Ik speel nu zelf een jaar of 25. 25. Dus, ja. Nou, laat wat horen wat je na 25 jaar doedelzak spelen hebt bereikt. Komt-ie, hoor. En het is hard. Dus, ja. Even bijblazen. Een van de eerste tunes die je leert. Deze, die je net hebt gehoord. Oké, onthoud hem goed in ieder geval. Indrukwekkend. Fred en Barend, dank je wel. En tot vanavond dan, in Emmeloord. Oké, dank je. Bedankt. Daar.